Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag vertellen over fietsen met een riemaandrijving. Waarom wij daar zo enthousiast over zijn. Waarom je ervoor zou kunnen kiezen. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Fietsen met een riemaandrijving die zijn er eigenlijk al langer. Alleen dan met name in het hele hoge prijssegment. Inmiddels zien we dat er ook veel aanbieders zijn die fietsen met een riem aanbieden in een prijsklasse rondom €1000. En daarmee wordt het dus veel toegankelijker eigenlijk voor iedereen. Hebben ze nou alleen voordelen? Nee, ze hebben ook één belangrijk nadeel. En dat belangrijke nadeel dat is dat als die riem breekt, dat die dan ook echt kapot is. In tegenstelling tot een ketting kan je hem dus niet meer aan elkaar maken of repareren. Verder hebben ze vooral heel veel voordelen. En die voordelen die zitten in onderhoud. Het aardige namelijk van een riemaandrijving is dat die niet gesmeerd hoeft te worden. De aandrijving is eigenlijk altijd droog. En doordat je hem niet hoeft te smeren, heb je veel minder last van vuil. Normaal gesproken aan een smeermiddel kleeft vuil. Dus dan krijg je vieze ketting van, maar bij die riem heb je daar geen last van. Er zit nauwelijks rek in, dus hij hoeft bijna niet gespannen te worden. Doordat het schoon is, heb je geen kettingschermen of kettingkasten nodig. En kan je eigenlijk altijd makkelijk erbij. En wat ook heel erg interessant is, dat is de duurzaamheid van zo'n riem. Want doordat die altijd schoon is, heb je eigenlijk geen last van het schurende vuil en zand, wat je bij een ketting wel hebt. En het gevolg is dat we zien dat riemen ongeveer misschien wel 4 tot 5 keer zo lang meegaan als een ketting. We hebben er toevallig eentje in de werkplaats net vervangen, 28.000 kilometer. En dat is een gemiddelde, want we hebben ook klanten die nog veel langer eigenlijk met zo'n riem doen. Ja, en sporadisch, bij mountainbike gebruik bijvoorbeeld, gaan ze wel wat minder lang mee, ongeveer 10.000 kilometer. Maar ook daar is dat veel langer dus dan een ketting, dus heel erg duurzaam. Wanneer je nou zo'n fiets overweegt te kopen met een riemaandrijving, dan is het wel belangrijk om te weten dat er verschillende kwaliteiten zijn. Er zijn verschillende aanbieders, verschillende fabrikanten van riemen. En we zien daartussen veel verschillen. Dus laat je daar goed in adviseren. Wij werken heel veel met de riemaandrijvingen van Gates. En die hebben inmiddels 2 varianten. Er is nog een derde, maar die is uitlopend. Dus die behandel ik niet meer in dit filmpje. Die 2 varianten die kenmerken zich eigenlijk door de kleur. Je ziet dat deze riem blauw is aan de binnenzijde. Het kan zijn dat je af en toe een andere kleur tegenkomt, maar dat hij in ieder geval een kleur heeft. En ik heb hier ook eentje in mijn handen en die is helemaal zwart. En daar zie je ook wat van die vezels op zitten. Om even in beeld te brengen, kijk, die zwarte riem, dat is de CDN versie. En de brede riem, even kijken of het er ergens op staat, nee, die heet officieel CDX, maar die cordering die staat niet direct op de riem. Je kunt ook aan de buitenkant kun je het goed herkennen. Hè? Deze heeft allemaal ribbeltjes en deze niet. Zie je, dus optisch een duidelijk verschil. Waar we nou mee te maken hebben is dat wanneer er zo'n zwarte riem gemonteerd is, zo'n CDN riem, en je hebt de complete setup van zo'n riem, dan heb je kunststof tandwielen. En het slijtageproces bij riemaandrijving is eigenlijk zodanig dat de tandwielen slijten. En doordat de tandwielen slijten, de tandjes steeds scherper worden en uiteindelijk de riem kapot snijden. Je kunt je dus voorstellen dat wanneer zo'n tandwiel van kunststof is, dat wat sneller slijt en uiteindelijk sneller leidt tot problemen met de riem. In de praktijk zien wij dat deze riem, laten we zeggen 1-2 keer zo lang meegaat als een ketting, maar vooral gemaakt is om onderhoudsvriendelijk te zijn en wat minder om heel duurzaam te zijn. Nou, deze blauwe riem met die aluminium en die stalen tandwielen, dat is die riem die ongeveer 4 tot 5 keer langer meegaat dan een ketting. Nou, als je goed naar zo'n riem kijkt, wat we dan nog zien, dat is dat hij in een tandje dat hij zo'n kerfje erin heeft. En mensen vragen zich wel eens af waarom dat eigenlijk is. Kijk, maar als je dan iets verder kijkt, dan zie je dat ook het tandwiel, dat hier een borst heeft tussen de tanden in. En wanneer je dan de riem over het tandwiel legt, dan snap je eigenlijk meteen waar dat voor dient. Want dan komt die borst die komt eigenlijk precies in die kerf te liggen. En die zorgt ervoor dat de riem niet van links naar rechts over dat tandwiel kan gaan. En daarmee wordt voorkomen dat de riem van de tandwiel afloopt. Tot slot wil ik graag nog eventjes wat uitleggen. Even een goede tip.
Ga je dan wat verder van huis, zoals een flinke reis maken bijvoorbeeld, neem dan een reserveriem mee. Zoals eerder uitgelegd, je kan hem niet aan elkaar lijmen. Het vervangen is op zich niet zo moeilijk, maar ja, je moet er dan wel eentje bij hebben.